En we zijn back met fucking GTA. Vorige keer kreeg ik een smsje net nadat ik wegging. Dus als het even goed zo, Nico, telefoon. Messengers, Dimitri, we need to talk, blablabla. Nou, dat is dus hier. Dat gaan we even doen. Dit keer geen facecam, aangezien ik... facecam is een beetje zo'n speciaal gelegenheid dingetje. En ik moet er een beetje, zeg maar, naar voelen van, hey, sup, nu ga ik een facecam doen. Ik heb in ieder geval die hoed weer terug. Dus in principe zouden we nu gewoon extra hard moeten ownen. Maar eerst cutscene. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikael, Mr. Fausto. Uh-huh. Waarom zou je in godsnaam nog zo laat gaan joggen? You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. It's a trap. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. See you later. See you later. I will go fucking shoot. Shoot Mikael. Mr. Faustin. Oké, nou dan gaan we naar mijn hippe motor toe. Alright, dus uiteindelijk moeten we dus... Oh, ik heb geen helm op. Dat is niet veilig, Nico. Zwart. Fake het helm. Niet dat ik iets tegen homo's heb. Maar, hij ziet er gewoon niet mooi uit. In ieder geval... We gaan waarschijnlijk een heleboel HP hier verliezen. Dus eigenlijk zou ik wat guns en armor moeten kopen. Maar... YOLO. Dat is het enige wat ik heb te zeggen. YOLO. Oh nee, dat valt niet op hoor. Dimitri. Nico. There can be no mistakes with this. Nico, dangerous man. I have letter protected for you around the sign. Blah, 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 blah. Oké, dus daar heb je shit. Misschien ligt hier armor. Peter. Yeah, kijk. It all worked out. There we go. Nico. Niko Bellic. You and Dimitri are taking over now. This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri. Justin Bieber flip. Oh yeah. You see this?
this that you says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. You should have been no, calm. Not Dimitri. Not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some chin monkey. I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! Fuck you, keep a gun. Money! Yay! Oh. Fucker, Dimitri. Ik bedoel Mikael. Bitch. Sterf, je bitch. Iedereen gaat dood hier. Ah. Oh. En sterf. There we go. Heeft hij nog iets van een shot? Wow, 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 wow. Shotgun, speciale gun, nee. Oké, laat maar dan. Shotgun, rain. Ik heb één kogel in mijn shotgun. Dat is kut. Bam! En jij mag hem ontvangen. Yeah. Dan maar mijn handgun. Ik moet echt een keertje guns gaan kopen. Oh, hier kunnen we trouwens niet langs. We moeten hier naar boven. Volgens mij. Ja, yep, dat klopt. You think this hurts? Wat de... Nico, what the fuck, gozer. Nico heeft de laatste tijd... kan niet echt goed meer staan en shit. Waarom de fuck zou die omvallen? Nou, in ieder geval... Mikael, I'm coming to kill you. Shut the... lay the fuck down, you fucker. Waar is die gozer? Boom, headshot. None of you will survive. Nou, volgens mij ga ik het anders best goed doen. Misschien ga ik een paar keer dood, maar dan neem ik gewoon weer een sms'je en dan ben ik weer levend. Dan sms ik gewoon weer iemand en dan ben ik weer levend. Zo werkt het in deze maatschappij tegenwoordig. Sterf, you motherfucker. En see ya. Safe. Hey, dat is zo'n pigeon. Boom. Nou, nog 199 gaan. Die gaan we allemaal halen voordat deze serie stopt. Nee, dat was een grapje. Ik hoop dat niemand het serieus neemt. Faustin is dead. You did a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Petrovic. Waarom zou die Petrovic in één keer veel meer macht hebben dan wij? Dat is iets wat ik nog steeds niet begrijp. Aangezien ik ben fucking Nico Bellic, bitches. Het draait om het spel. Wow! Die was volgens mij dakloos, maar die tering veel geld, joh. Oké. Okay. Beetje arm spelen. Waar is mijn motor? Ik wil mijn motor terug. Oké, okay, wat voor missie hebben we nu? Een Brucey missie. Oh ja, de vorige keer kreeg ik een sms'je van Roman dat ik... Of een telefoontje van Roman. Dat ik Brucey missies had. Alleen toen stopte ik net met recorden. Oh, geen helm op. Dat is gevaarlijk. Helemaal met nat weer. Nat weer? Really, Roman? Ik bedoel regen. En drift om de hoek. Wacht, nee. Deze hoek. Oh. Yeah. Er zijn wel verdacht weinig mensen op straat. Het is een zombie-apocalypse. Oh. Nee, daar reden mensen. Laat maar. You can find Dimitri. You can wait till Dimitri comes in. Really? Ik was net dat berichtje linksbovenin aan het lezen. En fucking... Nou ja, goed. Laat maar. Stupid spel. Stupid fucking stupid. En we zijn er. Search and delete. Hey. Hello. I'm busy. I
I said hello! Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey! Some fucking Polack asshole for you! Pleasure to meet you, too. He's not a Polack. He's a gentleman.